teams die ik gesproken heb, nou, dat is allemaal een lastige wedstrijd geweest tegen ADO. En we hadden zelf de allereerste competitiewedstrijd van het seizoen, speelden wij ook hier. Ja, die wonnen we met 3-1. Ja, dat was ook gewoon een hele moeilijke pot. Hoe heb je op deze wedstrijd voorbereid? Is het nog anders dan anders omdat dit op woensdagmiddag 1 uur is in de zinderende hitte? Nee, dat is altijd wel even anders dan als je een ritme hebt van zaterdag. Dit hebben we al vaker gedaan dit seizoen. Dus voor ons was het ook niet super moeilijk. Alleen je moet er wel even rekening houden in aanloop na de wedstrijd toe. Er zit een weekend tussen. Wat doe je dan? Geef je alleen zondag vrij, geef je zaterdag en zondag vrij. Maar deze groep kan er goed mee omgaan. Wat we besproken hadden, wat we verwacht hadden van de tegenstander, hoe we daarop konden reageren, hoe we daarop moesten anticiperen, dat hebben we eigenlijk fantastisch gedaan. Er zaten een paar goals bij waarvan je denkt van ja, dat is heel mooi, maar er zat ook een gedachte achter. En dat was het mooiste als je als trainer op de bank zit. Dat het er allemaal uitkomt en uiteindelijk scoor je ook nog een aantal keer. De goal tegen, ja, daar was ik niet tevreden over. Tevreden zijn. Het einde van de competitie nadert. Hè. Dit is weer een stap in de goede richting. Ja, hoe ga je ermee om als trainer, als ploeg zijnde? Van wedstrijd tot wedstrijd. We hebben eigenlijk gespeeld 2,5 week geleden. Het was een beetje een rare situatie dat je 2,5 week moet wachten op de volgende wedstrijd. Dat was ADO. Daar zijn we al gelijk in de kleedkamer na Ajax mee begonnen. Dat weer de belangrijkste wedstrijd is. En nu is het komende zaterdag tegen NEC thuis. Nu ook al gelijk warme weer, misschien wordt het een paar graden minder de komende dagen, maar goed herstellen, veel drinken, eten en weer bewust bezig zijn met zaterdag. En van daaruit zien we alweer verder.